als hij een computer heeft, heeft hij een muis. En de kans is groot dat hij ook met de laptop een losse muis gebruikt. De ene muis is echter de andere niet. En door de enorme keuze ziet hij al snel door de boom het bos niet meer. Draadloos of bedraad? Laser of optisch? Wat moet de sensorresolutie zijn en hoeveel knoppen moet de muis hebben? Antwoord op al die vragen geven wij u in deze video. Deze video is interactief. Klik in de video op de verschillende onderwerpen of navigeer via de links in de beschrijving naar het door u gekozen hoofdstuk. Om te weten waar de muis heen beweegt, gebruikt de muis een optisch signaal of een infrarode laser. Een optische muis maakt gebruik van een klein lampje, vaak een LED, en een lichtdetector om de beweging relatief aan de oppervlakte te detecteren. De meeste muizen maak je gebruik van, omdat het een simpele maar effectieve oplossing is. Een lasermuis werkt in feite hetzelfde als een optische muis, maar gebruikt in plaats van een LED als lichtbron een laser. Het licht van een laser is veel geconcentreerder, wat de muis accurater maakt. Ook werkt een lasermuis hierdoor op oppervlakte waar een optische muis het laat afweten, zoals spiegelende oppervlakken en zelf doorzichtige oppervlakten. De snelheid waarmee een muis beweegt kan worden uitgedrukt in dpi, ofwel dodge per inch. Hoe hoger de dpi, hoe nauwkeuriger een muis beweging kan detecteren. Voor de meeste mensen is rond de 1000 dpi, wat redelijk gemiddeld is, meer dan voldoende. Gamers zullen daarentegen waarschijnlijk voor 4000 dpi of meer willen gaan. Om een muis te verbinden met de computer zijn er drie gangbare opties. Dit zijn via een USB-kabel, een Bluetooth-verbinding of radio gestuurd. Een bedraden muis wordt aangesloten via de USB-kabel en heeft als voordeel dat het altijd werkt en er geen kans is op storingen. Een nadeel is dat uw bewegingsvrijheid beperkt kan worden door de kabel. Een draadloze muis via Bluetooth of radioverbinding wordt meestal geleverd met een USB-adapter om het signaal van de muis om te ontvangen. Dit is een klein USB-stickje dat u in uw laptop of computer steekt. Geen kabels die in de weg liggen en de muis kan u overal heen bewegen, wat wel zo fijn is. Een nadeel is dat de batterijen van de muis op kunnen raken of dat er een storing ontstaat op het signaal. Doorgaans gaan de batterijen van een draadloze muis 3 maanden tot wel 6 maanden mee, dus u hoeft niet bang te zijn dat u constant bezig bent met het verwisselen van batterijen. Muizen zijn er in veel verschillende soorten en maten. Van heel simpel en eenvoudig tot apparaten die zo uit de Transformer-films lijken te komen. My name is Optimus Prime. Er is niet echt een leidraad die u kunt gebruiken bij het kopen van een muis en de beste tip is nog altijd, probeer een muis uit. Uw hand moet prettig op de muis kunnen liggen. De muis moet dus niet te klein zijn en zeker niet te groot en het ligt puur aan de grootte van uw handen welke muis wel of niet prettig in gebruik is voor u. Het gebruik van een verkeerde muis kan leiden tot bijvoorbeeld RSI, dus het daadwerkelijk uitproberen van een muis is belangrijk. Ook belangrijk om naar te kijken zijn de knoppen. De meeste muizen hebben een linker- en rechterknop, maar ook een scrollwiel dat klikbaar is. Er zijn echter ook muizen met extra knoppen. Deze zitten vaak aan de zijkant zodat je met je duim gemakkelijk bij kunt. Er zijn zelfs muizen met knopjes die bedoeld zijn om de gevoeligheid gemakkelijk in te kunnen stellen. In een game is nauwkeurigheid vaak letterlijk van levensbelang en daardoor zijn gamingmuizen in het leven geroepen. Deze zijn vaak zo vormgegeven dat ze extra prettig in hand liggen, extra nauwkeurig zijn en extra knoppen hebben zodat u alles kunt bedienen met de muis. Zo kunt u snel om de hoek draaien om net die ene vijand voor te zijn. Maar een minuut later kunt u de gevoeligheid verlagen, zodat u zeer nauwkeurig op grote afstand een vijand kunt raken. Waar een normale muis vaak een sensorresolutie heeft van ongeveer 1000 dpi, gaan gamingmuizen vaak verder tot 8000 dpi of hoger. Extra nauwkeurig dus. Op paradigit.nl vindt u een breed assortiment aan computermuizen. Maak gebruik van de filters om nog sneller uw ideale muis te vinden. Tot snel!